kleine Liesje was een meisje van pas een ouderlijk 6 jaar. Zij kon dansen als een vlinder, want dat leerde mami haar. Mami was verzot op dansen, als een zeer moderne vrouw. Lies vroeg dikwijls aan de dienstmeid, hé, waar blijft mijn mami nou? En waarom mocht ik nu niet mee? Of is vandaag weer een matinee? Mami, waar ben je? Is mami weer vrij? Dank je weer, jouw zon, je kindje naar ben. Mami, waar ben je? Doe mami, kom gauw. Want je kleine lieveling verlangt zo naar jou. Omdat de mama alleen maar aandacht voor de dansing moeder had, nam zij steeds minder notitie van haar lieve kleine schat. Gaf niet of de kinderjuffrouw troostend op den schoot haar nam. Liesje bleef in het bedje snikken, kom dan toch toe, kom dan mam. Het kinderzieltje werd vermoord en een mami danste lustig voor. Mami, waar ben je? Is mami weer pret? Dan je weer chanson, je kind is naar bed. Mami, waar ben je? Doe mami, kom gauw, want je kleine lieveling verlangt zo naar jou. Kort daarna kwam plot een crisis, kleine Liesje lag avond laat. Met een hoog en vuur van koortsgloed op het engelengelaat. In een eildroom vroeg zij zachtjes, mami kom toch even weer. Toen een zucht en het was geleden, kleine Liesje was niet meer. De juffrouw drukt haar oogjes dicht en sprak de laatste, mijn lief kleine weer. Mami, waar ben je? Is mami weer verrast? Dan je werk jouw zon, kind ligt dood in de bed. Dan, doe dan.